Hallo iedereen, welkom bij het nieuwe deel van Okami. In het vorige deel, ik kan vorige niet eens meer zeggen, in het vorige deel zijn we teruggegaan naar Kumiki Village, hebben alle bloemen weer laten alle bomen weer laten bloemen. En ik heb even opgezocht, ik ben niet gek. Er zou op het, is het deze? Degene met de clover was het. Ik denk dat het deze was. In ieder geval, ik was er vrij zeker van dat er ergens een stray beat zou zijn. Op een van deze twee eilanden. Het is nacht. Oké. Okay. Moet ik even wat iets sneller zijn? Ja. Hier moeten we heen. Als ik me niet vergis. Nu het nacht is, kunnen we trouwens zien. Hier. Oké, nou, ik heb het al een keer eerder, maar als het nacht is, dan kun je verborgen schatten zien. Zoals als het uitsteeksel dingetje er niet is. En hierin zit onze... ik weet niet eens hoeveel storybeat. Ik denk onze achtste. In ieder geval. Wat zit hierin? Misschien nog een schat of zo die ik niet, inderdaad, niet interessant vind. Maar ja. Nu we dat gedaan hebben. Er is nog één dingetje dat ik wil laten zien. Hier in de Kumiki Village wanneer het nacht is. Dat wilde ik ook nog uitleggen het vorige deel. Maar ik heb het ongeluk dag gemaakt. Toen ik een boom wilde laten bloemen. Tekende ik een zon per ongeluk. Dus dat kon ik niet meer laten zien in dat deel. Maar nu wel. En dat is, we moeten terug naar het huis van Mr. Orange, of Miss Orange moet ik eigenlijk zeggen, want zij is degene die voor ons het meest relevant is voor dit kleine dichtdeelte. En dat huis is hier, er zitten twee sinaasappels ervoor, zoals je wel kan raden. En als ik me niet vergis moeten we gewoon tegen haar spreken. Ja, ze is in ieder geval super blij. Het is weer een mooie stad. En ik denk, of ben ik te laat? Ik denk dat ik te laat ben. Ja, ik denk dat ik te laat ben. Of ik moet wachten tot Mr. Orange terug thuis is. Want normaal gesproken als je hier zou komen, dan zou ze mij wat persiktaarten geven. En ik denk omdat ik zo lang gewacht heb met dit te doen, nadat ik haar heb geholpen met de waslijn en de gewoon haar kleren, toen belooft ze ons een paar te geven. Die vullen onze Astro Pouch voor 20 per stuk. En je krijgt er 5 of 4. Ik denk zoiets. Misschien 4. Ik zeg gewoon 4 voor veiligheid. Dat je niet meer verwacht dan dat je zal krijgen. Maar ik denk dat we het alleen kunnen doen als Mr. Orange terug is. Of we kunnen het helemaal niet doen. Omdat ik gewoon zo lang gewacht heb. Ook iets leuks is dat je altijd de sterrenbeelden kunt zien. Waar je ze oorspronkelijk vond als je ze eenmaal gedaan hebt. En ik denk alleen gedurende de nacht. Het zou me niet logisch lijken dat je ze ook overdag kan zien. Maar ach, dat is zo. In ieder geval, als het nog kan, dan zal ik het in een later deel laten zien. Maar momenteel heb ik daar de optie niet toe. Dus wat we nu gaan doen, is we gaan terug naar de Akita Forest Poort. Zien jullie daar. Eenmaal hier terug. We kunnen trouwens niks met deze brug doen. Ik dacht, omdat het allemaal zo zwart was, is dat een teken dat je het weer kunt laten bloemen. Maar wees niet zo'n stuk als ik en blijf er een kwartier staan proberen er iets van te maken. Je kunt er niks mee doen. Wat we wel moeten doen is deze god binnen. Wat je kunt doen is je kan gewoon een heel lang stuk zwemmen. En niet doen wat ik doe. Zeg maar stapje voor stapje. En de diepe maakt zodat je zeker weet dat je niet verdrinkt. Ik vind het gewoon iets meer te doen. Gezien het, ik denk dat het iets sneller gaat. Alhoewel ik het niet zeker weet. En dan ben je een beetje actief bezig. Maar we zijn nu aan het eind gekomen. Deze sprong... dit werd even dag. Dat de zijde. Deze sprong, die kun je niet maken als je hier zwemmend aankomt. Want je kan niet uit het water springen. Dat kan niet in het spel. Dus ja, je kan dit doen. Ik weet niet hoe ver je dat gaat brengen. Maar dat is dus echt waarom ze... Ik eerder zei dat je niks kunt doen. En dat je gewoon zou verdrinken als je helemaal terugkomt. Want je kan niet op tijd teruggaan. Als je helemaal hier komt. En je hebt ook cherry bomb nodig. Wat, Je kan trouwens het gewoon dwingen... Als Izun zegt wanneer dat je niet, nog niet Kumiki Village moet terug binnengaan en de rest van Shizu Field ontdekken. Je kan dat negeren en denk ik weer naar binnen gaan als je blijft drang van nee, ik wil echt terug naar Kumiki Village. Dat kun je bijvoorbeeld doen omdat je naar de shop wilt of ik verzin maar wat. Misschien, je kan waarschijnlijk wel een andere reden verzinnen om terug te willen. Maar dan kan je Cherry Bomb missen en dan ben je helemaal hier en dan, weet je, dan zit je van wat moet ik hier nou doen? Dus ja... Het is altijd aangeraden om Shinjufield helemaal af te maken voordat je hierheen gaat. Of terug naar Kumiki Village, moet ik zeggen.
in ieder geval Octavorst. Niet echt een leuk plekje. Ook helemaal vervloekt net zoals Stranger Field. Wat je hier moet doen is hieronder. Als ik het met de, ik denk dat ik het met deze camera kan laten zien ooit. Maar hieronder is de grot. En wat het spel van je verwacht is dat je zeg maar op deze manier. Dat je zo er langs gaat. Naar beneden en dan terug met via dit kleine uitstippeltje terug gaat. Maar wat je kunt doen. Is zo naar binnen. Gewoon er vanaf. Want het is die achter de waterval. En dan hierheen. Dus dat lijkt mij een stuk handiger dan helemaal langs lopen. Je voorkomt dan wel dat je in de curse zone springt, maar het is niet belangrijk, want je gaat nooit dood eraan. Hier binnen, nou, nog een Guardian Sapling. Dat is onze derde in drie delen. Best veel. In ieder geval, ik ben even stil voor deze cutscene. Ik weet dat ik het zeg voor elke Rejuvenation scene, maar ik vind het dat is oprecht een van mijn favorieten. Degene hoe je de bomen ziet terugkomen, het water ziet vloeien, ik vind het gewoon prachtig. In ieder geval, ik ben blij dat ik wat meer van die voedselzakjes heb gekocht, want ik denk dat er al te veel dieren zijn die hier zitten, maar niet in deze grot, volgens mij is dit het überhaupt, maar gewoon in een Octavorst. En we kunnen nog niet direct naar de shop hier dichtbij, dus ja. Yeah. In ieder geval, hier is nog een clover. Meer dan 5, please? Nee, 5 is het maximum voor hun. In ieder geval, we hebben nog een kist ontvangen. En na het zoveel over te hebben gehad, ik ga jullie niet langer laten wachten. We hebben eindelijk ons allereerste wapen, de Fout Beads. De Fout Beads zijn een... Nou ja, dit is Sakuya's beloning naar ons. Zoals Yisun eerder, waar het Yisun het eerder over had. Ik ga het even equippen. En ik ga wat meer detail over het wapen nadat ik dat heb gedaan. Maar eerst wil ik even wat uitleggen over main weapons en sub weapons. Er zit een beetje verschil in. En nou ja, eigenlijk het enige verschil is in wat er precies gebeurt. In ieder geval, ik laat jou niet even doorpraten. Zoals je hier ziet, we hebben een main weapon, sub weapon. En ze doen verschillende dingen. Reflectors, dat zijn gewoon... jullie hebben dat eigenlijk de hele tijd gezien. Jullie weten best wel wat het doet wanneer het in het main vakje zit. Wat het doet als het in het sapvakje zit, dan werkt het als een shield. Je, voor een paar seconden kun je wat aanvallen blokkeren. Niet alle aanvallen. Er zijn sommige aanvallen en bazen kun je niet blokkeren. Maar wel normale enemies als een range... Sommige range zit ook niet. In ieder geval, het kan een beetje als een baas. Voor sommige enemies is het een soort van blokkade. En als enemies tegen je zeg maar aanrammen, dan doe je een heel, heel... Leuke, nou ik vind het in ieder geval een super mooie aanval waarin je hem de lucht zeg maar de grond in duwt. Of de lucht springt erna de grond in duwt. Het is een van de sterkste manieren om damage te dealen, maar het is super precies. Althans vind ik. En daarom doe ik het niet zo vaak. De Fout Beads aan de andere kant. Ik zal nu wel even wat dieper detail ingaan. De Fout Beads zijn een rosary. Rosaries zijn wapens die werken een soort van als een zweep. Als je ze... Ze lokken, zeg maar, of ze blijven vastzitten bij een enemy voor een paar seconden en doen ze damage over langdurige tijd. Dus voor, je doet iets van 8 keer doe je 1 damage of zo. Het is niet super geweldig, want ze zijn, de Rosaries zijn niet geweldig in Okami. Ze zijn een stuk slechter in Okami Den, maar in de, ik ben een beetje gemeen. Het is een prima functionerend wapen. Wat ze doen is, dus wat ik zoals ik zei, we gaan het straks allemaal zien. We gaan straks gevechten in, dus geloof me, ik kan hier wel eeuwig blijven praten, maar je zal het vanzelf beter zien en dan krijg je een veel beter idee ook ervan. En, zoals ik een beetje in het rechte onderhoekje, ik heb erbij geschreven hoeveel damage je doet als je... geen gold dust hebt en hoeveel als je wel hebt. Dus dat laat een beetje... Dat zou ik ook doen voor de rest van de wapens, dat je een beetje een beeld krijgt van hoe goed de upgrade is. Wat we kunnen zien, dit is dus waar ik het over had, dat je misschien je gold dust wil bewaren. Dan kun je gelijk de Fout Beads upgraden. Dat kunnen we nu nog niet. De volgende gold dust, dit doet nog wel even dat we daar naartoe kunnen.
ook weer niet soepel, ik overdrijf misschien een beetje, maar lang genoeg dat ik niet het kan doen voor het volgende gevecht. En als rosaries in je sub weapon zijn, dan is het in ieder geval gewoon een ranged attack. Niet meer gewoon één of twee keer kun je supersnel aanvallen. Ik laat wel wat Asko na het overnadenken, dan zal ik wat footage ervan laten zien. In ieder geval, we hebben lang genoeg. Hij gaat nu alles uitleggen wat ik al heb gedaan. Sorry dat we dat knip, ik werd heel veel gestoord. In ieder geval, als we teruggaan, dan het duurt niet lang, maar we gaan zo meteen een gevecht hebben. Waarin ik wel beter kan laten zien hoe de Vault Beats werken en hoe de reflector werkt. En dat alles. Ik ben heel even stil voor de muziek. Dit is Waka. Als je nog herinnert, ik had het hier een paar dagen. Nee, ik moet mijn bek houden. Muziek is goed. Nu ik u een beetje kunnen laten luisteren naar het muziekje, dit is Waka. Waka zou de beschermer zijn, of in ieder geval de bewaker van de Moon Cave, waar Origi dus vast zit. En hij kent Ami, dus dat is ook wel... Want hij kan haar strepen zien, ik weet niet hoe ik het anders echt moet omschrijven. In ieder geval, hij houdt opeens een zwaard voor zich. Ik weet niet, ik hoor toch vaak dat de mensen het een lightsaber noemen. Nou, niet vaak, moet niet overdrijven, maar ik heb wel eens zo'n opmerking gehoord. En ik denk dat je... Ik weet niet, ik vind het gewoon iets anders. Als ik denk aan lightsaber, dan is het echt puur alien technology, Star Wars shit. Maar dit is meer... ik weet niet. Het spel heeft meer een soort van focus op natuur en dat soort dingen. Dan is technologie niet helemaal wat ik aan zit te denken. Een of ander laser. Ami had zich in ieder geval maakt zich in ieder geval opgewonden voor een gevecht. En als jullie wel kunnen raden, dit is een soort van mini-boss. Ik weet niet, ik vind het meer een mini-boss, want het is niet echt een moeilijk gevecht. Wat ik zal laten doen is uitgebreid... je kan dit gevecht op bepaalde manieren supersnel doen. Sorry, ik wilde even dat laten zien, dus daarom stopte ik met praten. Wat ik in ieder geval ga doen, ik ga in veel detail uitleggen hoe de Vault Beats werken. We kunnen trouwens niet op water staan. En Waka wel, zoals je eerder zag. Dus, dat laat ik eerst even zien. Als hij een zwaard gooit, dan wil je het terugsturen. En dat maakt hem schadelijk voor power slash en dat soort dingen. Of in ieder geval afhankelijk. Zoals je ziet, ik heb dit een beetje aangevallen met de... ik moet even aan de kant hoor. Want alhoewel dit een vrij simpele basis, hij is alsnog een beetje opmerkelijk. Ik bedoel iets te veel schade, show. In ieder geval, ik ga nu even laten zien wat er gebeurt als je de Vault Beats hebt als de shop weapon. Dan is dit het. Het doet veel minder damage. Ik zit nu trouwens een cooldown op, dus als je dat, die adem voor me ziet, dat betekent dat ik niet gelijk kan aanvallen. Dus dit is een stuk minder goed, maar je kan het van de andere kant van het gevecht van de arena kun je het wel doen, dus... In die zin is het super handig. In ieder geval. Met dat gedaan te hebben, is Waka verslagen. Niet echt een moeilijk gevecht. Ik vind het... opnieuw, dit is een van de redenen waarom ik het een beetje belachelijk vind dat het spel... je een beetje in de richting duwt van... Oh, ga meer HP upgraden. Het is echt super belangrijk. Als dit je gevecht is en je hebt hier moeite mee... Misschien kan ik wel aanraden om HP te upgraden, maar alsnog, ik denk als dit niet een uitdaging is voor de meeste mensen. Nou ja, je weet. Misschien de Nintendo Switch versie van dit spel zal uitkomen gedurende in het midden van mijn Let's Play.
Althans, ik verwacht niet dat ik het op tijd zou kunnen afmaken. Dus wie weet, misschien zijn er wel veel mensen die liever die port spelen. En misschien zijn de controles wel heel slecht op dat, in die versie, ik weet niet. En misschien wil je dan wel HP upgraden, ik weet het niet. Ik weet het niet, maar mijn advies blijft altijd Inktpot, altijd als eerste. Dan één keer de purse en dan misschien je HP als je een beetje zin hebt. Of als je moeite mee hebt. Ik heb al heel veel gepraat, maar Waka gaat ons straks een heel, heel mooie omschrijving geven van wat er gebeurd is in zeg maar de intro waar jullie 8 minuten naar hebben gekeken in het eerste deel. Dus als je dat niet meer goed kunt herinneren of je hebt het niet gekeken, dan is dit een beetje jouw omschrijving, maar ga er snel doorheen. Ik ga het niet eens voor of zeg maar met een meelezen, want ik weet het al. En ik neem aan dat jullie allemaal weten wat hij een beetje te zeggen heeft. En volgens mij is, zoals je eerst zegt, Ami is dat altijd grap hierover, want we weten het allemaal al lang. En volgens mij gaat Ison ook nog even aan herinneren van, oh, we weten het allemaal al lang. Ison is wel heel erg, het wil even veel vertrouwen aan Ami dat ze het zomaar kan. En ik moet zeggen, dat is aan de ene kant superleuk, maar niet helemaal waar. Ik denk niet dat ik op deze staat oortjes zou kunnen verstaan. Misschien wel. Ik weet niet, ik heb nooit echt geprobeerd een heel let's play te doen. Of in ieder geval een walkthrough voor mezelf, waarin ik niks upgrade. Dus ik weet eigenlijk niet eens hoe dat, moeilijk dat zou zijn. Ik kan me niet voorstellen al te moeilijk, maar alsnog. De ringpot is een beetje Alhoewel Wakker geen enkele, niet één keer ons heeft kunnen aanraken, hij heeft alsnog het level te zeggen dat wij niet in staat zouden zijn om Orgy te verslaan, gezien wij blijkbaar zwak zijn. Wat hij ervan weet, weet ik niet, maar ik vind het een beetje raar dat hij degene was gekozen om de Mooncave te bewaren. Oh, nee, hij is trouwens ook een waarzegger. En hij, ik zal niet maar zeggen, Wakker die komt het maken toch in het spel en dan geeft hij altijd een... Nou, vertelt hij altijd ons een beetje wat er in de toekomst gebeurt. Dus hij zegt het nooit precies. Het is altijd een beetje als dit. Het is een beetje een hint of een vaag iets waarmee we niks kunnen. En van pas weet van, oh, dit is wat hij bedoelde. Als we er eenmaal zijn. Het werk van de profeet is nooit klaar, maar hij heeft blijkbaar wel alle tijd van de wereld. Want hij had, hij wilde maar niet ophouden met praten, laat ik het zo zeggen. En Waka is een beetje een love him or hate him karakter. Hij komt best wel veel spellen net voor, dus ik hoop niet dat je hem al te erg vindt. Ik vind dat hij veel beter wordt in het spel. Echt, vooral aan het einde van het spel wordt hij gewoon... Wordt zijn karakter eigenlijk een beetje interessant, laat ik het zo zeggen. En slecht met tijd, ik weet het. Ik heb geprobeerd gewoon laten zien wat je allemaal kunt met de Rosary. Dus ik neem mezelf niet kwalijk, want ik... kan die man in echt 10 seconden doodmaken als ik het zou willen. In ieder geval, zonder... Ik wil dat niet laten opscheppen, maar... Het is echt niet een moeilijke vecht als je eenmaal weet wat je moet doen. En er zijn hier het een en ander... er is hier het een en ander te vinden. Met schatten, volgens mij is het hier een... Oh, nu ga ik gokken. Steel Fist Sake. Nee, het is... Steel Soul Sake. Dat was hem. Want volgens mij is dit dan de andere. Yep, Steel Fist Sake. In ieder geval de ene verhoogt je damage voor een paar minuten. En de ander, hoe zeg ik dat? Dan de verhoogt je defense. En volgens mij, als ik me niet vergis, verkoop jij nu al... Nee, dit is gewoon een merchant. Ik ben nooit geïnteresseerd in wat ze te zeggen hebben. Volgens mij jullie ook niet. Maar hij verkoopt de Gold Dust. Wat wel handig is uiteraard. Want nu kunnen we ook de Rosary... upgraden. Ik upgrade ze trouwens gelijk, want ik zie, we zitten nog wel vast met dit wapen voor eventjes, dus wend er maar aan. Ik ga trouwens proberen in deze let's play zoveel mogelijk van elk wapen te laten zien. Dus een beetje allemaal evenveel tijd geven. Ik heb mijn favoriet, maar ik zal het niet te veel gebruiken. Alleen op het einde van het spel is er één challenge waarvoor ik echt mijn favoriete setup ga gebruiken, want
Ik wil er gewoon klaar mee zijn. Ik ging er wel in, maar ik bedenk me nu dat ik iets anders wil doen. Hier. Ik denk niet dat ik genoeg heb, maar dit. Zoals je misschien raad je het wel aan hoe die gekleed is. Maar dit is Kiba. En nou, hij vraagt ons wat onze naam is. Best wel apart. Wat hij in ieder geval is, hij is een shop. En volgens mij komt in zijn naam al. The Great Fang Trader. En misschien raad je het al. We kunnen met hem de Demon Fangs verkopen. Dit is allemaal bla bla. In ieder geval. We hebben de 75. Ik moet er nog... Oké, hij verkoopt 3 wapens. Hij heeft altijd een Traveler's Charm die je kunt kopen. Godly Charm en Golden Peach. Golden Peaches zijn... zodra je... Hoe leg ik het uit? We hebben dus de Astral Pouch. Degene dat ons terugstuurt... als we al onze HP zijn verloren en dan ons nog een tweede kans geeft. De Golden Peach, die vult die Astral Pouch dus helemaal. Tot op dat van 0 tot 200. Dus dat is als je in een heel moeilijk gevecht zit of zo en je wilt weer upgraden. Geen idee. Dit is de beste vorm van healing dus in het spel. Nou ja, op de Holy Bone Asses na. Maar dit zijn, degene met de roze achtergrond, dat zijn altijd de unieke dingen die je maar één keer kunt kopen. En we hebben de Peace Spell. Dit zorgt ervoor dat enemies ons niet gelijk aanvallen. Zoals je misschien een keer eerder zag in deel 5 of zo, denk ik dat ik in het begin werd aangevallen door Demon Scroll. Wij moeten naar Demon Scrolls actief toe om met ze te vechten en ze zullen niet meer naar ons toe gaan. De Woodmat, dit is in ieder geval... je kan een beetje een pauze nemen en voor geld krijg je healing. Ik weet niet of ik het nog moest duidelijk maken. Je hebt al genoeg healing in dit spel. Je hebt nooit de good woodmap nodig. Ik denk dat ik het nog nooit gekocht heb. Ik ga het doen puur voor deze let's play om het één keer te laten zien of zo. Maar ik niet aanraden. Maar dit is de Golden Lucky Cat. Dit ga ik gewoon kopen zonder dat ik het überhaupt volledig ga doorlezen. In gevechten zie je mij altijd toe lopen waar de enemy is dood gegaan. Omdat ik dan de spullen oppak. En die pak ik anders niet op. Dit zorgt ervoor dat alle spullen automatisch naar ons toe komen. En het is super, super chill. Ik vind dit een van de fijnste dingen in het spel, denk ik wel. Gewoon dat ik niet meer over hoef na te denken. Het is altijd zo irritant als ik dan weer opnieuw begin met een walkthrough. En dat ik van, ik moet alles weer gaan oppakken. Maar in dit geval hoeft het niet meer. En ik ga even de Travels Guide erbij pakken. 19 pagina's. Oké, dan ben ik wel benieuwd wat die allemaal te zeggen is. Er zijn 2 dingen die... ik heb dit nog nooit gelezen, dus ik ben net zo benieuwd als jullie. Floor Finish heb ik al uitgelegd. Die legt ze nu pas denk ik uit, omdat het spel het nooit eerder echt uitlegt. En nu wordt het pas echt belangrijk dat je die Demon Fangs krijgt. Eerst zeggen ze nog even de bonus scherm. Dus dit is wat ik zei, dus van des te minder je geëerd wordt, des te hoger je rank. En hoe sneller je het doet, des te hoger je rank. Dit is puur alleen voor geld, niks anders. Floor finishers. Ik kijk of nog even wat iets of er iets is wat ik miste. Maar hier maakt ze al een fout te zeggen dat elke enemy een verschillende floor finish heeft. Tot nu toe was het alleen maar power slash uit mijn hoofd. Dus dat is interessant. Maar ja, er zullen dus enemies komen waarvoor we andere brush powers nodig hebben voor een floor finisher. Maar dat is momenteel niet zo. Het is nu alleen nog maar power slash, power slash, power slash. Dus dat. In ieder geval, met dat gedaan te hebben. Ik bedank voor het kijken naar dit deel van Okami. Het doet al lang genoeg. En in het volgende deel gaan we verder Acta Forest onderzoeken. En dat is het wel eens een beetje. Bedankt voor het kijken. En doei!